Dag dames en heren. Gisteren trokken een aantal stevige buien over het land. En dat zorgde voor een paar mooie wolkenluchten, zoals hier achter me. Flinke opbollende stapelwolken en daaronder kon het best wel even stevig doorregenen. Maar die buien hebben ons land al lang verlaten. En vanmorgen zagen we echt wel weer even een mooi zonnetje. Zoals hier achter me tussen de bomen doorschijnend. Maar inmiddels is de bewolking alweer dikker geworden. En in het noorden van het land valt weer af en toe een beetje regen. En dat komt omdat er storingen toch best wel dichtbij liggen. We hebben een aantal lage drukgebieden vanaf Scandinavië de oceaan op. En daaronder zien we een aantal storingssystemen best wel dicht bij ons land liggen. En de komende 2 dagen schampen die ook af en toe het land. En als ik de boel in beweging zet, dan zien we ook dat er vooral morgen zo'n storing best wel dicht in de buurt ligt. En dan kan het af en toe een beetje regen en bewolkt zijn in het noorden. Wat we ook zien hier op deze laatste kaart is dat er een hoge drukgebied boven Frankrijk ligt. En die wordt iets krachtiger op zaterdag. Het zorgt ervoor dat het best wel mooier weer wordt en ook wat warmer. Maar we zien ook een ander hoge drukgebied van Groenland over IJsland naar beneden afzakken. En daaromheen zit dan wat koudere lucht die naar beneden afzakt. Terwijl vanuit het zuiden ook warmere lucht onze kant op komt. Dus er ontstaat als het ware een scheidingsvlak. Waarbij het vooral zondag nog even de vraag is hoe warm het wordt bij ons in de omgeving. Als ik de boel nog verder in beweging zet, dan zien we dat dat hoog ook langzaam onze kant afzakt. Waarbij in deze berekening vooral de maandag toch nog even wat tegenvalt. Maar uiteindelijk zien we in de nieuwe week dat de stroming dan toch weer omgaat naar het zuidwesten. En dat iets warmere lucht weer onze kant op komt. Als ik van bovenaf dan nog even deze kaart erbij pak, dan zien we hier de temperatuur op 1500 meter hoogte. Waarbij vooral koude lucht in het noorden van Europa al klaar ligt. Terwijl vanuit Spanje warme lucht onze kant op komt. En als ik de boel ook nu weer in beweging zet, dan zien we dat er als het ware een scheidingsvlak nabij ons land ligt. Waarbij in deze berekening de koude lucht toch net voorbij lijkt te trekken. Maar er zijn dus ook berekeningen die die koude lucht echt wel over ons land heen laten komen. Maar wat we wel in bijna alle berekeningen zien, is dat na het weekend toch weer die warmere lucht op hoogte vanuit het zuidwesten onze kant op komt. Het gaat echt wel even belangrijk zijn waar de wind dus vandaan gaat komen op de zondag. Nou, morgen is het wel vrij zeker. In het noorden van het land trekken er wat wolkenvelden over. Kan dus af en toe wat regen zitten omdat die storingen in de buurt liggen. In het zuiden is het wat droger en schijnt de zon ook vaker. En de temperatuur ligt zo rond de 17 of 18 graden, wat nog altijd wel aan de hoge kant is voor oktober. Ook vrijdag wordt het best wel warm voor oktober. 18 of 19 graden, in het zuiden zelfs weer 20 graden. En opnieuw zien we veel wolkenvelden over het noorden van het land trekken, waarbij er soms ook weer een buitje kan zitten. Op zaterdag is het echt wel overal een stuk mooier. Dat hoge drukgebied heeft iets meer invloed in onze omgeving en zorgt ervoor dat de temperatuur toch naar zo'n 22 graden stijgt. In het zuiden van het land zou het zelfs nog een tikje warmer kunnen worden. Op zondag heb ik er nu een 21 ingezet, waarbij het dus nog even de vraag is hoe warm het precies gaat worden. Want als we naar de modelberekening kijken voor de pluim, dan zien we eigenlijk een cluster met best al hoge waarden van 20 graden of meer. Maar we zien ook een bundeltje waarbij het echt wel een stukje kouder wordt, waar de temperatuur overdag amper de 15 graden bereikt. En dat heeft ermee te maken waar de wind dus vandaan komt op die dag. Want tot aan zaterdag hebben we dus met die zuidwestelijke toevoer te maken, waarbij dus die warmere lucht ons land kan bereiken. Maar op zondag zien we echt wel een heel een kleurenpalet, waarbij vooral de zuidwestenwind en de noordoostenwind opvalt. En als die noordoostenwind erin komt, dan kon het dus toch best nog wel eens even tegenvallen met die hoge waarden. Vanaf maandag draait de wind dan toch weer naar het zuidwesten en er komt weer wat warmere lucht onze kant op. Dus het is nog even de vraag wat de zondag gaat brengen. Maar wat wel zeker is, is dat na het weekend de wind toch weer iets meer de zuidwesthoek opzoekt en dat toch weer iets warmere lucht onze kant op komt.